Oud-minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Dick De Bie, is gisteren overleden. De Bie had een journalistenachtergrond en werd in 1981 directeur van de Nationale Voorlichtingsdienst. Onder de regering Weidenbos van 1996 tot 2000 werd de Bie minister van TCT en was van 1999 tot 2000 ook ad interim minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking. De Bie stond ook op de lijst van verdachten van de decembermoorden in 1982, maar werd onschuldig bevonden. Dick De Bie werd 69 jaar oud.